Computer Idee is een tweewekelijks magazine dat op een laagdrempelige manier computergerelateerde zaken bespreekt. Omdat extra gaming steeds populairder wordt, besloot de redactie het nieuwe spel EA Active 2 te testen. Deze test werd uitgevoerd bij de eFit Zone in Eindhoven, een organisatie die veel ervaring heeft met bewegingsspellen. Ik was uitgenodigd om als ervaringsdeskundige een kijkje te nemen. EA Active begon als fitnessspel voor de Nintendo Wii spelcomputer. Nu ligt deel 2 in de winkel en dit keer is het spel te koop voor de Wii, PlayStation 3 en de Xbox 360 spelcomputer. Het spel is vrijwel identiek voor elk systeem. De meegeleverde accessoires zijn verschillend. Ik zal in het kort een overzicht geven. Elke versie heeft een hartslagmeter. De meting lijkt behoorlijk nauwkeurig en dat geeft je nuttige informatie tijdens het spelen. De Xbox heeft verder geen accessoires, maar je hebt wel de Kinect camera nodig. Daarmee kan het spel jouw lichaam analyseren, zodat je de oefeningen goed uitvoert. De Wii-versie heeft naast de hartslagmeter ook een beenband met ingebouwde bewegingssensor. Voor je bovenlichaam wordt de standaard Wii-controller gebruikt. De PlayStation 3 is het meest uitgebreid. Je krijgt wederom een hartslagmeter, je krijgt een beenband en je krijgt ook een armband voor de beweging van het bovenlichaam. De nieuwe Move-controller wordt niet ondersteund. Ze hebben ook allemaal een weerstandsband. De testers kozen een standaard training om de verschillende versies goed te vergelijken. Vrijwel elk type oefening kwam aan bod. Serieuze oefeningen en sportgerelateerde spellen. Omdat ik al behoorlijk wat ervaring heb met het eerste deel, was het voor mij erg herkenbaar. Er zijn weer nieuwe spellen toegevoegd om het interessant te houden. De Wii-versie maakt optioneel ook gebruik van het balanceboard. De drie spelcomputers zijn aan elkaar gewaagd. Ongeacht welk systeem je thuis hebt staan, kun je met EA Active 2 goed aan de slag. Maar er zijn toch wel verschillen. De Wii-versie maakt gebruik van de standaard controller. En daar is niets mis mee. Deze controller heeft een bewegingssensor en je kunt ook eenvoudig menu's navigeren. Nadeel is wel dat je per ongeluk een verkeerde knop in kunt drukken. De PlayStation heeft dit probleem niet, maar je moet wel de standaard controller in de buurt houden voor menu-navigatie. En je moet bij elke training een extra band omdoen. De Xbox Kinect versie heeft minder accessoires, maar je hebt wel weer regelmatig de controller nodig om menu's te kiezen. Het leek er ook op dat de Kinect niet altijd de bewegingen goed wist te registreren. Maar ook de PlayStation en Wii hadden soms moeite met bepaalde bewegingen. Opvallend genoeg met dezelfde activiteiten. De testers waren allemaal behoorlijk goed in vorm, maar toch kreeg het spel de hartslag omhoog en ze werkten zich goed in het zweet. De reacties waren overwegend positief. Wel werd opgemerkt dat het spel niet precies kan zien of je de juiste houding aanneemt. Hiermee bestaat er een kans op blessures. Je kunt van elke oefening een instructiefilmpje bekijken, maar je krijgt geen overzicht van veel voorkomende fouten en je ziet niet altijd duidelijk welke spierroep aan het werk wordt gezet. Ik was al enthousiast over het eerste EA Active en deel 2 lijkt op zijn minst gelijkwaardig te zijn. En het spel is nu ook voor alle bekende consoles te koop, wat weer goed is voor de consument. Je kunt de resultaten op internet bijhouden via een speciale website, zowel voor jezelf als voor je vrienden, waarmee je ervaring kunt delen en elkaar kunt motiveren. EA Active 2 is nu te koop in de winkels, voor de spelcomputer van jouw keuze. Ik wil de redactie van Computer Idee van harte bedanken voor het uitnodigen van de Extra Gamer en ook dank aan de mensen van de eFit Zone die met hun aanpak beweging leuk en toegankelijk maken voor een groot publiek.